Hoe kijkt u naar deze situatie? Ja, het is natuurlijk ernstig. Vanochtend hebben winkelmedewerkers twee verdachte pakketjes aangetroffen. En heel goed dat ze de politie ook hebben gewaarschuwd. De hulpdiensten zijn hier ook naartoe gereden. Er is onderzoek gedaan. En er wordt op dit moment ook nog onderzoek gedaan. En ik hoop dat snel kan worden aangegeven wat aan de hand is geweest. Zodat de mensen ook zo snel mogelijk weer ook aan het werk kunnen. En de mensen ook weer hun boodschappen kunnen doen. Maar ja, het is kwaadaardig. Je ziet, het ontregelt hier ook de openbare orde. Het ontregelt de bewoners, de ondernemers. Het gezondheidscentrum moest even dicht. Het is in die zin ernstig. Ja, nou, het is niet de eerste keer dat er zoiets ernstigs gebeurt. Eerder ook al brandstichting en meerdere gebeurtenissen die niet oké zijn natuurlijk. Wat is hier aan de hand? Nou ja, dat moet echt uit het onderzoek blijken of er een kausaal verband is tussen de incidenten die eerder waren en wat hier nu vandaag is gebeurd. Ja. Dat moet het onderzoek van de politie uitwijzen. En we zullen natuurlijk ook met de ondernemers en de bewoners ook weer gaan kijken van is hier meer aan de hand? En hoe kunnen we daar ook met z'n allen verbetering in aanbrengen? Ja. Schrikt u er nog van? Ja, ik schrik elke keer natuurlijk als zoiets gebeurt. Want ja, het heeft impact op het gevoel van veiligheid. Het heeft impact op, en je ziet het op het moment dat je niet gewoon op normale manier naar je werk kan. En op het moment dat je ook niet even je boodschappen kunt doen zoals je dat altijd gewend bent. Is dat gewoon heel naar. En dat is niet wat we willen. Dus wat mij betreft is dat onacceptabel. En zullen we elke keer weer inzetten om die veiligheid te doen vergroten en toenemen.